De 14-jarige Nienke is geen onbekende in de badmintonwereld. Dit jaar werd ze regionaal kampioen op 3 onderdelen. Dames enkel, dames dubbel en mixed dubbel van de regio Twente, Salland en de Achterhoek. Een derde plaats behaalde ze met dubbelpartner Kelly van Buiten op het Nederlands jeugdkampioenschap. Omdat badminton in Nederland een kleine sport is, is Nienke gaan spelen in het seniorencircuit, waardoor de concurrentie is toegenomen. Door haar goede prestaties is ze in beeld gekomen van een Zwitserse badmintonorganisatie. Deze organisatie begeleidt junior en senior talenten bij hun internationale carrière. In de sportzaal van de Hooiberg krijgt Nienke training van Eefje Muskens. Zij werd vijfde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, dames dubbel. Haar grootste doel voor dit jaar is internationaal doorbreken. Dames en heren, genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van het sportgala van de gemeente Borne 2017, Nienke Kwakkenbos.